Kim Cutter, deze middag in het ROC, de Hair Award. Op zoek naar talent. Sinds 2009 heb ik al een talentacademie opgezet met het ROC van Twente. Om echt talent binnen de opleiding zeg maar, uit te filteren. En voor een aantal mensen echt naar een heel bijzonder workshops te garanderen voor een jaar. De vraag is natuurlijk, heb je al wat gevonden? Ja, ik heb er al een paar opgeschreven op mijn lijstje, maar ik ga de hele avond nog door. En het is toch, ja, de winnaar per se van de Hair Award is misschien niet altijd wat ik zoek. Ik zoek iemand die ook goed kan presenteren en die meer kan dan alleen het opsteken, maar ook kan stylen, ook fotografie aan kan en ja, een heel totaal pakket. Dus ik kijk nog iets verder, nog iets langer door en bij mij komen ze dan nog bij een volgende categorie terecht en dan moeten ze zich weer bewijzen. Dus het is niet alleen voor vandaag. De mensen die wij scouten, die weten vandaag nog niet dat ze gescout zijn. Sinds 2009 ben ik al actief bij het ROC van Twente. Ik vond eigenlijk altijd dat er voor talent nog te weinig werd gedaan op het mbo-college. En toen heb ik een aantal jaar eigenlijk allerlei vergaderingen daarover gehad. Met als gevolg dat wij een eigen masterclass mochten opzetten samen met Michael Assink van Kapsalons in Hengelo. En dat doen we dus nu een aantal jaren. Het is heel leuk om te zien dat je talenten eruit kunt pikken. En ze nog meer kunt motiveren met een aantal kapsalons of een aantal kappers, topkappers. En wij hebben ook talenten van buiten, dus niet alleen in Twente, maar ook van buiten. Die halen we erbij om ze te trainen, zodat ze echt mee mogen doen aan de grootste wedstrijden van Nederland. Ja, ik woon in Loosdrecht, maar ik kom hier natuurlijk wel vandaan. Maar nee, voor mij is het wel echt ROC van Twente. En tuurlijk kijk ik tussendoor al even of ik een geschikt model zie voor Miss Nederland. Hoe vind je de ambiance hier waarin dit vanmiddag hier gebeurt? Ja, het is te gek. Weet je, ik loop hier nu een aantal jaar en je ziet dat het niveau gewoon stijgt. En ik moet wel even een haakje ook plaatsen. Dat ik wel vind dat het een andere generatie is. Dus ik vind wel dat ze nog even iets harder mogen lopen met z'n allen. Maar wat ze hier laten zien, dat is voor hen een onwijze uitdaging. En dat doen ze supergoed. Fleur wint de eerste prijs met Kapsalon Studio Coco. Haar model heet Isea Bolhuis. En Isea werkt bij Swift Hair Salon in Ruurlo. Goed, Fleur wint. Je wint vanavond de award. Wat zegt jou dat? Ja, super gaaf. Ik kan het nog steeds niet geloven. Hoe lang doe jij deze opleiding al en wat wil je ermee? Ik doe nu net een half jaar de opleiding. En ik zou eigenlijk heel graag voor mezelf iets willen beginnen of verder groeien naar iets. Ik weet het nog niet zo goed. Fleur wint, jij wilt verder in dit vak. Betekent dat je ook al een stageplek hebt? Ja, zeker. Bij Studio Coco in Almelo. En die hebben allemaal er ook voor gezorgd dat ik gewonnen heb. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus wil ik hun ook heel erg voor bedanken. Marien, heb jij zelf ook nog inspraak in wat jouw kapster gaat doen? Ja, ik heb heel veel met haar besproken. Eigenlijk alles wel. Dus, en samen hebben wij dit dan gecreëerd. En met haar handen natuurlijk. Dus, Jullie zijn studiegenoten. Je ziet elkaar elke dag. Is dat een voordeel? Ja, Fleur en ik gaan heel goed met elkaar. Dus dat zeker.